Vrijdagavond wacht NEC opnieuw een zware wedstrijd. Ditmaal tegen een tegenstander uit Zuid-Limburg, MVV Maastricht. Vorige week ging de belangrijke wedstrijd in Den Bosch nog verloren. Vorige week een nederlaag tegen Den Bosch, maar wel een wedstrijd waar je denk ik toch veel positief uit kan halen. Ja, dat wil ik eigenlijk wel elke wedstrijd. En soms valt dat niet mee, maar de wedstrijd tegen Den Bosch inderdaad, wat ik net al zei, onnodig op 1-1 in de rust al. En de rode kaart die natuurlijk komt. Tweede helft prima ingevuld, verdiend op voorsprong gekomen. En jammer genoeg niet over de streep kunnen trekken. Nee, dan mis je Van den Berg weer twee wedstrijden, dus die kan tot de winterstop rustig aan doen. Jij had ook een wedstrijdskorsing, die heb je nog niet geaccepteerd, dus dan zit je vader op de bank? Nee, die zaak komt vanavond voor in Zeist, daar moet ik naartoe en dan zal dat behandeld worden en dan zullen we afwachten wat de commissie daarvan zegt. Heb je ook al voorbereid als je er niet bij kan zitten vrijdag? Ja, dat is heel simpel. Dan moet ik op de tribune zitten. Daar hoef je niet op voor te bereiden. We hebben de trainingen en de beelden en de besprekingen gewoon normaal gedaan zoals we altijd doen. En dat gebeurt zo meteen ook nog. En morgenochtend zal ik horen of dat ik erbij mag zijn. Ik vind alleen dat ik mijn werk graag uit wil voeren. En ik wil mondeling toelichten wat er allemaal gebeurd is van vorige week. En dan heb ik daar wel goede hoop op. Dan Van den Berg is geblesseerd. Dan is het logisch om terug te schakelen op de opstelling tegen Volendam? Nou, in het voetbal zijn veel dingen logisch en sommige dingen ook niet. Maar over opstellingen, daar praat ik niet over, dat weet je. Dus daar ga ik ook geen antwoord op geven. Maar tegenstander, wat verwacht je daarvan? Nou ja, MVV staat kort achter ons en is vanuit Ron Meijls altijd een ploeg die ook wil voetballen. Vanuit het 4-3-3 systeem ook altijd gewoon goed meedoet, elk jaar play-off speelt en gewoon een gevaarlijke tegenstander is voor ons op dit moment. Maar ja, dat zeg ik ook elke week, dat is eigenlijk elke tegenstander dit jaar in de competitie. Duidelijk, en als je tegen Twente nog speelt net voor de winterstop, dan moet je hier dus wel een beetje vertrouwen tanken, neem ik aan. Ja, maar goed, vertrouwen tanken, dat hebben we wel gedaan, denk ik, uit de wedstrijd tegen Volendam en ook uit de wedstrijd tegen Den Bosch. Waarbij het dan nogmaals jammer is dat je het resultaat daar niet in terug ziet. Maar ja, daarin kijken we altijd naar het voetbal en voor 90% kunnen we daarover tevreden zijn in die wedstrijd. Alleen is het zo dat je door individuele fouten die wedstrijd in ieder geval nog een punt verspeelt en misschien wel 3 punten verspeelt. Vrijdagavond 8 uur in de eigen Goffert in Nijmegen, NEC MVV.